Op dinsdag 23 oktober werd in de Mogaert een vervoerswaaier overhandigd aan wethouder Peter Smit. Het project Ouder op weg naar contact in de gemeente Oosterwijk heeft deze waaier ontwikkeld. Die waaier die is bedoeld om te gebruiken. En wij gaan ervan uit dat jullie zijn hier vanuit allerlei organisaties vertegenwoordigd, maar jullie werken daar ook nog met andere mensen samen, hebben collega vrijwilligers. Dus iedereen krijgt 5 waaiers om te beginnen. En het idee is van, nou ja, ga hem vooral natuurlijk zelf gebruiken, maar geef hem ook aan je collega's dat die er ook een voordeel mee kunnen doen. En in de waaier staat eigenlijk alles van het officiële openbaar vervoer. Dus van de trein tot en met de duo fietsen die je bij Stichting Rik kan huren. Dus echt het hele scala. Alle professionals en vrijwilligers die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn van de gemeente Oosterwijk waren uitgenodigd om die waaier in ontvangst te nemen. Ja, zojuist heeft de wethouder de waaier, de vervoerswaaier, ontvangen. Even terug naar het ontstaan van die waaier. Welke groep heeft daarvoor gezorgd? Het initiatief is gekomen van de gemeente die begrepen had dat de elders een soort waaier was uitgebracht om mensen, ja, en het heet dan ook zo, ouderen op weg naar contact, om te zorgen dat dat ook hier binnen de gemeente uitvoering kreeg. Er is een projectgroep, ZET heet dat, ingehuurd om dit op te zetten. Daarvoor hebben ze iedereen die te maken heeft met vervoer in Oosterwijk bij elkaar geroepen. En dat is een projectgroep die gezamenlijk dit ontwikkeld hebben. De bedoeling is helemaal om ouderen die thuis zitten de mogelijkheid te bieden om uit huis te komen. En dat kan dan om naar alle mogelijke activiteiten te gaan, maar dat kan ook om gebruik te maken van het openbaar vervoer. En dat kan ook om plaatselijk naar sociale zorginstellingen te gaan. Heb jij de waaier, de bewuste waaier, in je handen? Ben ik natuurlijk best benieuwd naar de inhoud van die waaier. Kun je dat in het kort even weergeven? Ja, eigenlijk alles wat er aan vervoermogelijkheden is binnen de gemeente. Dus het is echt iets van de gemeente Oosterwijk. En of je nou met de trein meegaat, of met de bus, of met de buurtbus, of met de Parel Express, dus het treintje. Maar ook als je gebruik wilt maken van het vrijwilligersvervoer. De parelcaps, wat tegenwoordig genoemd wordt, dat is dan de pareltaxi, zoals die in het verleden genoemd werd. Dus alle vormen van vervoer. Zelfs als je de duofiets wilt gebruiken, dan staat ook hierin waar je dan moet zijn. We hebben samen pas nog een filmpje gemaakt van VVO. Dat doet eigenlijk de Moergesselse vrijwilligersorganisatie. Hoe loopt het daarmee? Ja, geweldig goed. Het is onvoorstelbaar hoe hier op gereageerd is. Zowel wat betreft het aanbod van chauffeurs. Tussen haakjes, er mogen er nog steeds meer bij. Maar we hebben er op dit moment 25. Dus vrijwilligers die bereid zijn om ze nu en dan, wanneer het hun uitkomt, mensen, ouderen, naar de bestemming te brengen waar ze naartoe willen. Ik denk niet alleen de bestemming, ik denk dat er ook een sociaal gebeuren gaat ontstaan. Als een chauffeur regelmatig dezelfde cliënt gaat rijden, dan ontstaat er natuurlijk ook een binding. Ja, dat geldt haast voor alles waar je persoonlijk contacten stimuleert. Buurtgenoten is er een heel nadrukkelijk voorbeeld van. Die gaan dus op bezoek bij de ouderen. En door gewoon een praatje te maken, een bakje koffie te drinken, komen de vragen op tafel. En ook in zo'n verband is het dus mogelijk om de ouderen te wijzen op de mogelijkheden die er zijn. Dus zowel op gebied van vervoer, want dan kan die buurtgenoot deze waaier gebruiken. En dan staat alles in wat een ouderen zou moeten weten. En van de andere kant ook. De contacten die zijn met de vrijwillige chauffeurs, die halen mensen op, die hebben heel gezellige praatjes en iedereen is gruwelijk dankbaar dat ze vervoerd kunnen worden. Je hebt een gezellig praatje, maar ik zie op de achtergrond mensen op jou staan te wachten, want er moet een groepsfoto gemaakt worden. Dus in ieder geval bedankt voor het interview.